zijn een studentenkamer begonnen en het is uit de hand gelopen en toen zijn wij hier naartoe gekomen. We zijn toen echt van start gegaan als bedrijf. Creative Factory is een verzamelpand, incubator met meer dan 70 bedrijven. Het doel is startende creatieve bedrijven snel te laten groeien en daarnaast te koppelen aan partners en aan de wereld hier buiten. Het pakhuis was één grote zooi, overal dode ratten, gaten in de vloer. En op dat moment zei Rabobank als eerste partner, wij vinden de Creative Factory fantastisch, hier willen we bij zijn. En wat de Creative Factory voor de wijk doet is kansen bieden voor de jongeren en de jonge ondernemers hier. Maar tegelijkertijd ook hele nieuwe mensen naar Zuid brengen. Dus creatieven hadden weinig reden om hier te komen. En andere zakenmannen die hadden ook weinig reden om hier te komen. Door de Creative Factory is er eigenlijk midden in Zuid een nieuwe plek ontstaan waar creatief en ondernemend Rotterdam zich thuis voelt. Toen wij in de Creative Factory kwamen, toen vonden we al snel de Rabobank. En zij vonden ons als jonge startende onderneming op Zuid interessant. En we hebben een coach gekregen van de Rabobank. Ze hebben ons geholpen met financiering. En dat heeft ons bedrijf een enorme boost gegeven. Nou, Rotterdam-Zuid kan het heel goed gebruiken om mensen hierheen te trekken. Creatieve, hoogopgeleide mensen om een impuls te geven aan het gebied. Het is een prachtig gebied met veel potentie, maar enorm slecht imago en die probleemwijken worden aangepakt. Een van de probleemwijken is een wijk waar ik nu woon, Katendrecht. Dat was 5 jaar geleden nog de onveiligste wijk van Rotterdam en tegenwoordig een van de meest veilige. En dat belichaamt het succes van de aanpak. Het lijkt mij fantastisch als de Creative Factory samen met de Rabobank Rotterdam-Zuid echt een flinke stap verder kan brengen. En volgens mij gaat dat echt binnen enkele jaren compleet lukken.